Hey, vandaag is de laatste zondag in onze well-being serie. Our last Sunday in the well-being series. En we gaan het hebben over vocational well-being. And we're going to chat about vocational well-being. En Judith en ik. And Judith and I. Willen jullie meenemen door de hele Bijbel. We want to take you through the whole Bible. We starten in Genesis. We're going to start in Genesis. We eindigen in Openbaring. And we end in Revelation. Dus jullie zitten hier wel eventjes. So we're going to be here for a while. Eerste dienst is Oude Testament. The first service we're going to do the Old Testament. En als je denkt van, dat is interessant. Oh, you think, oh, that's interesting. Kan je melden bij Peter voor een kaartje voor de tweede. Then you can ask Peter for a ticket to the second service. Nee, ga je maar. We gaan wel de hele Bijbel door. But we're going to go through the whole Bible. Dus ik heb jullie nodig. So I need you. Let op. So watch out. Dus we gaan beginnen bij vers 1. In vers 1 was er nog helemaal niks. And in the verse 1 there was absolutely nothing. De aarde was leeg. The earth was void. En de geest van God zweefde over de wateren. And the spirit of the Lord hovered over the earth. God zei, laat er licht zijn. And God said, let there be light. Toen was er nog steeds niks. There was still nothing. Je kon het alleen wat beter zien. You could just see it a little bit better. Oké, dat waren de eerste drie versen. That was the first three verses. Zullen we door? So we keep going? Ik ga even wat sneller, want anders gaan we niet halen. Dus we gaan naar vers 26. We're going to go a bit faster, otherwise we're not going to make it. We're going to go to verse 26. Genesis 1, vers 26. Genesis 1, verse 26. God zei, laten wij mensen maken die in ons evenbeeld zijn. God says, let us create people who are made in our image. Die op ons lijken. That look like us. Het woord evenbeeld, the word image, is het Hebreeuwse woord salem. Is the Hebrew word salem. Wat zoveel betekent als afgodsbeeld of standbeeld. It means idol or statue. En dat werd gebruikt om een onzichtbaar wezen zichtbaar te maken. And it was used to make an invisible something visible. Dus zodat je naar je tempel kon gaan en kon zien van, ah, zo ziet mijn God eruit. So you could go to the temple and say, oh, this is what my God looks like. En daar kon je dan iets van vinden. And you could think something of that. Nu zijn wij Now we are God Salem. God's Salem. Wij zijn zijn evenbeeld. We're his image. Wij zijn hier en wij zijn de visuele representatie van die onze onzichtbare God. We are the visible representation of the invisible God. Wij zijn en zo kunnen wij zijn geroepen naar onze wereld, naar onze straat. And that's how we've been called to our world and to our streets. En wij dragen dat beeld met ons mee. And we carry that image with us. En zo kunnen wij die hoop zijn in onze straat. And that's how we can be hope in every street. Dat is onze eerste roeping. That's our first calling. Geroepen als afbeelding van God. Called as an image of God. Maar we hebben ook specifieke roepingen gekregen. But we also have a specific calling. Die uniek zijn voor jou en voor mij. That's uniquely for you and for me. En vandaag kijken we naar vocational well-being. And today we're looking at vocational well-being. En studies tonen aan dat als jij niet scherp hebt wat jouw specifieke roeping is. And studies show that if you don't feel calling in your life, en dat de kans groter is op bijvoorbeeld depressies of psychische problemen. That the it's easier to get a depression or psychological problems. En juist als je het scherp hebt wat jouw roeping is, and if you're clear about your calling, dan vertoon je beter fysieke en mentaal welzijn. Then you have better physical and mental well-being. Dus het is belangrijk om te weten wat je roeping is. So it's important to know what your calling is. Ik ben op zoek gegaan naar mijn roeping. I went to look for my calling. Daarover later meer. We'll talk about that more maar later. Ik keek heel erg naar mezelf van, hey, wie ben ik en wat wil ik bereiken, wat wil ik doen? So I looked at myself, what do I want to achieve or what do I want to do? Hashtag, wat wil ik? Hashtag, what do I want? Judith en ik hebben een aantal hashtags voor jullie vandaag. Today we have a few hashtags for you today. Een hashtag is een label. A hashtag is a label. Sommige labels klinken best goed. And some labels might sound really nice. Hashtag, wat wil ik? Hashtag, what do I want? Maar we hebben een betere voor jullie. But we have a better one for you. Want als je hashtag, wat wil ik, dan zeg je van, ben je zelf gecentreerd bezig? It's all about you. Terwijl jij jezelf niet hebt gemaakt. Well, you didn't create yourself. God heeft ons gemaakt. God created you. Hij heeft jou met een specifiek doel gemaakt. He created you with a specific purpose. Dus we moeten bij hem zijn. So we gotta be with him. Adam en Eva hebben een specifieke roeping gekregen. Adam and Eve had a specific calling. Dus we slaan even één vers over en we gaan naar vers 28. So we're just gonna skip one verse gaat and go to niet verse zo hard. 28. We're not going very fast. Maar we komen er wel, vertrouwen we'll maar. Get there. Vers 28. En God zegen hen en zei tegen hen, wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar. Heers over de vissen van de zee en de vogels in de lucht en over alle dieren die op aarde rondkruipen. Dus wees vruchtbaar en vul de aarde. Be fruitful and fill the earth.
Ik vind het een beetje een vreemde opdracht. I think it's a bit of a strange charge. Want vaak als een man en een vrouw bij elkaar zijn, zijn ze al niet zo heel goed om hun broek aan te houden. And usually when a man and a woman come together, they're not really great at keeping their pants on. Sterker nog, Adam en Eva hadden niet eens een broek. But Adam and Eve didn't even have any pants. Dus God, maak je niet druk, dat komt wel goed. So God, don't worry, it'll be fine. Maar God vond het toch belangrijk om een punt te maken. Apparently God wanted to make a point out of it anyway. Ten tweede, secondly, zegt God, heb heerschappij over de aarde. Rule over the earth. En regeer over de vis in de zee. Rule over the fish in the sea. Ik snap daar niks van. I don't understand. Dus ik ging op zoektocht. So I was looking for it. Wat God er eigenlijk zegt van, hey, ik heb de aarde in 6 dagen geschapen. I created the earth in 6 days. 7 dag rustte ik. The seventh day I rested. En vanaf nu wil ik samenwerken met jullie. And from now on, I want to work together with you. Om de aarde verder te brengen vanaf dit punt. To bring the earth further from this point. Ik wil met jullie als het ware een partnerschap starten, een business partnerschap. I want to start a partnership with you. Gebruik het hout, het water, de rivieren, de wind, de Use zon. Use the wind, the water, the sun. De metalen. The metals. En ga er iets van maken. And make something of it. Want ze hadden de opdracht om de hele wereld over te gaan. They had the charge to go across the whole world. Ze gingen niet een familie van 2 starten en dat was het. Not just a family of 2 and that was it. Ik dacht altijd Genesis is een eeuwige vakantie, lekker hangen in de tuin, een wandelingetje maken. I always thought Genesis was like the eternal holiday, just hang out in the garden and go for a walk. Ze hadden een enorme opdracht om te But doen. But they had this huge assignment to do. Op een gegeven moment waren de managers nodig. And they need managers. Huizenbouwers. People to build homes. Schilders, scholen. Schools. Opvang. Daycare. Noem maar op om dat allemaal te gaan regelen. To do it all. Hashtag wat wil ik moet vervangen met. Hashtag what do I want needs to be changed to. Hashtag we zijn geschapen met een doel. It's created for a purpose. Er zit een doel, een bestemming, een specifieke bestemming in jou. There is a specific person in a specific purpose in you. Sinds kort hebben Judith en ik een schoonmaakster. And we've got a cleaner. Echt buitengewoon. Amazing. Het duurde even voordat we haar echt aannamen. It took a while before we hired her. Want ik dacht van, nou, dat kunnen we zelf toch wel. I thought, well, we can do that ourselves. We maken een rooster we'll en gewoon gedisciplineerd aan de gang. We're gonna do it. Het was een smeerboel. It was a mess. Dus wij die schoonmaakster aannemen. So we hired the cleaner. En ons huis is prachtig schoon, ruikt lekker. And our house is really clean. It smells nice. Dus jullie kunnen nu komen logeren. So now you guys can come over and Veilig. Stay over. Safely. Maar het grootste wat mij is opgevallen aan haar. But the biggest thing that I noticed about her. Is dat ze houdt van schoonmaken. She loves cleaning. Het is haar passie. It's her passion. Je zou kunnen zeggen het is haar roeping. You could maybe say it's her calling. Het is niet mijn roeping, it's dat heb ik ontdekt. It's not my calling, I know that. Maar er zijn dus mensen die het hun roeping zijn. But people might have be their calling. Hoe, ik ben daar blij mee. Zijn er mensen daar blij mee dat andere mensen geroepen zijn in dingen waar jij niet goed in bent? Are you happy that other people are being called in something that you have not been called in? Goed zo, geweldig. Good. Oh, that was me. Dat was, I missed dat was it. De overgang. We hebben het zo vaak geoefend. This is what happens. So, that sounds like a great story, doesn't it? But it's not always like that. Ik zou graag willen dat het zo was. And that's why we get to skip a few chapters now, because you guys are probably thinking we should get on to this. En nu right? moeten we echt wat hoofdstukken overslaan, want we moeten door. So we're going to read in Genesis 3. Dus we gaan naar Genesis 3. And then Satan says to the woman, "Did God really say you must not eat from any tree in the garden?" So he challenges Adam and Eve. Dus hij daagt Adam en Eva uit. He challenges their belief in that they are God's children. En hij daagt hen uit in hun geloof dat ze Gods kinderen zijn. And he challenges their belief that they are loved by him. En hij daagt ze uit dat ze gaan twijfelen aan de liefde van God voor hen. Basically he challenges their identity. Eigenlijk daagt hij hun identiteit uit. And we're stuck with that. En daar zitten we in. Because now we've started living by the hashtag what do you think? Dus nu leven we met de hashtag wat denk je? What do you think? Wat denk jij? In our jobs we find it important what our boss thinks. In onze banen vinden we het belangrijk wat onze baas denkt. Or maybe what our colleagues think. Of misschien onze collega's. Or maybe it's the clients. Of misschien de klanten. And in the end we keep asking this question. En uiteindelijk blijven we die vraag stellen. But if we place the weight of our esteem in our job, it will be falsified. Maar als we het gewicht van onze waarde leggen in onze baan, dan wordt dat een val.
Maar say again, if you place your weight of your esteem in your work, it will be falsified. Dus als je waarde legt in je baan, dan wordt dat, is dat een valstrik. Because something will happen. You won't get the raise. You'll do something really crappy. Want dan krijg je toch niet je salarisverhoging of er gebeurt iets. Somebody will hate you. Iemand zal je haten. So then what happens? We start thinking, okay, so how do I find value? En dus dan gaan we nadenken, okay, hoe vind ik waarde? And research has shown that when we internalize, we end up on productivity. En onderzoek toont aan dat als we dat van binnen gaan bekijken, dan eindigen we in productiviteit. And this was the thing for me. En dit was een ding voor mij. I was like, at the end of the day, I'd be like, how can I be? Have I been as productive today? Today wasn't really a productive day. En ik zou vaak denken aan het einde van de dag, ik ben niet echt productief geweest. Or maybe even say that. Of ik zou dat misschien zeggen of denken. I was like the master of multitasking. Ik was de meester in multitasken. I would sit on the toilet and study for exams. Ik zat op de wc en ik studeerde. I would do my dance exercises while listening to a podcast. Ik was mijn dansoefeningen aan het doen terwijl ik een podcast luisterde. And believe it or not, I would brush my teeth and put my pajamas on at the same time. En ik ging tanden poetsen en ik deed mijn pyjama tegelijkertijd aan. If you want to know how to do that, I can show you. Als je wil hoe dat moet, dan kan ik laten zien. But the thing is, I learned multitasking is not really the way. En maar wat ik heb geleerd is dat multitasking niet echt de manier is. So I thought, let's move on to optimization. En toen dacht ik van, ik ga verder, ik ga naar optimalisatie. How can I best optimize this thing? Hoe kan ik dit ding optimaliseren? Is there an app for this? Is er een app voor? You know, hashtag lifehack. Hashtag lifehack. How can I make this more optimized? Hoe kan ik dit optimaliseren? And we get stuck in that. En dan raken we hier vast in. And then I journeyed on and figured out, like, would it be okay, like, if I did literally nothing today? En toen dacht ik, nou, wat zou het okay zijn als ik gewoon letterlijk niks ga doen vandaag? And I learned to do nothing. En toen heb ik geleerd om niks te doen. But the thing about doing nothing is then it was still about work. Maar het ding met niks doen, dan ging het eigenlijk nog steeds over werk bij mij. Because then I would have a day off. Only to be refreshed for the next day when I could go back to work. Want dan had ik een dag vrij, alleen om verfrist te raken voor de volgende dag. Or we go on holiday to just clear our minds to be fresh and have fresh ideas for when we get back to work. Of we gingen op vakantie, maar dat gebruikte ik alleen om gewoon frisse ideeën te krijgen voor mijn werk. So it's still all about productivity and work. En dan blijven het nog steeds gaan over productiviteit en werk. And there's something fundamentally wrong in that. En hier is gewoon iets fundamenteels mis. So I came to a crossroads. Dus ik kwam op een kruispunt. And I realized something. En toen realiseerde ik me iets. And there's also something fundamentally wrong that we're still in Genesis. En er is ook nog iets fundamenteels mis en dat is ook in Genesis. So I'm going to solve these two fundamentally wrong things in one go. Dus ik ga deze twee fundamentele dingen die verkeerd zijn gegaan in één keer fixen. We're going to skip to the Gospels. We gaan naar de evangelieën. You guys are happy about that. You want to go to the beach this afternoon. You're wondering how on earth we're going to get through the whole Bible. Je zou misschien denken, ik wil nog naar het strand. Hoe gaan we ooit door de hele Bijbel komen? So then we land in the Gospels. Dus we zijn nu in de Evangelie. And Jesus came to earth. En Jezus kwam op aarde. And he came to die for our sins. En hij kwam om te sterven voor onze zonden. He came to forgive us. Hij kwam om ons te vergeven. But we forget he also came to redeem us. Maar we vergeten dat hij ons ook kwam om ons vrij te kopen. He came to redeem us, but he also came to redeem that which was broken. Hij kwam om ons te herstellen, maar ook datgene wat gebroken was te herstellen. So that thing which the devil had stolen in chapter 3, he came to redeem. Dus dat ding wat de duivel heeft gestolen in hoofdstuk 3, dat kwam hij om te herstellen. He came to redeem our identity in him. Hij kwam onze identiteit in hem te herstellen. He came to redeem our view and our outlook on the work or on productivity or whatever it is for you. Hij kwam om te herstellen ook ons zicht op werk en productiviteit. So if we see the hashtag lifehack. Dus als we die hashtag lifehack zien. Or hashtag what do you think? Of die hashtag what do you think? We need to change that by hashtag place your esteem in God. Dan moeten we dat vervangen met de hashtag plaats je waarde in God. Place your esteem in God. Plaats je waarde in God. Judith en ik hebben in Enschede gewoond. Judith and I lived in Enschede. Segway. En daar hebben we een kerk geleid. And we led a church. En die kerk is gestopt en op een gegeven moment zijn we naar Almere verhuisd. And then we stopped, church stopped and we went to Almere. Om hier onderdeel te zijn van onze kerk, Ferry. To be part of our church, Ferry.
En, maar mijn leven had wel een soort van resetknop ingedrukt gehad. But my life had like a reset button. En ik ging op zoek naar roeping. And I was looking for calling. Wat moet ik nog doen? What should I do? Ik had geen idee. I had no idea. Ik probeerde positief te blijven. I tried to stay positive. Hashtag probeer positief te blijven. Hashtag staying positive. En ik heb ontdekt... And I discovered dat het een reis is om je roeping te vinden. That it's a journey to find your calling. Je denkt misschien, er komt op een gegeven moment een profeet langs en bam, Philip, jij moet dit en dat gaan doen, nu meteen. And you think it might be a prophet that says, hey Philip, you need to do this and this right now. Of je hebt de ideeën van Paulus, een wit licht uit de hemel, Jezus spreekt en dan gaat het gebeuren. Or you think Paul is coming with this white light that Paul had, now it's happening. Die verhalen zijn niet de norm. Those are not the norm. Dat er zijn misschien speciale gelegenheden, het kan gebeuren. It can happen that way. Maar ik denk voor de meeste van ons is het een zoektocht van, hey, waartoe ben ik geroepen? But for most of us it's a journey. What am I being called to? Het is als ware iets wat je opgraaft. It's something you dig up. En wat ik in deze tijd heb gedaan, ik ben veel terug naar God gegaan. And I went back to God. En mijn identiteit in God heb ik ontdekt, was niet al te best kennelijk. And our my identity in Christ wasn't that great apparently. Ik dacht altijd, ik ben best oké. I thought it was pretty good. Tot ik een aantal zaken ontdekte. Till I discovered a few things. Een van de dingen die ik goed herinner is dat ik een Twitter biografie had gezien. And I remember this Twitter biography that I saw. En er stond volger van Jezus. And it said follower of Christ. Had iemand daar neergezet. Somebody put that there. En ik dacht van, waarom doe je zo over de top? Why are you being so over the top? Zet er gewoon, ik ben Jan en ik heb 3 kinderen en 4 honden. Just put, my name is Jan and I have 3 kids and 4 dogs. Doe gewoon normaal. Just do normal. En, maar later kwam dat terug, echt jaren later in gebed. En toen had ik zoiets van, wauw, als je dat kan zeggen. And years later it came back in prayer and I thought, wow, if you can say that. Het eerste als iemand aan jou vraagt van, hey, wie ben je en wat doe je? The first thing that you somebody asks is, who are you and what do you do? Ik ben een volger van God, volger van Jezus. I'm a follower of Christ. Als dat het eerste is wat je opkomt, dan zit jouw identiteit super sterk in Jezus. If that's the first thing you say, then your identity is very strongly in Jesus. En ik was stom verbaasd. Ik dacht van, wauw, hij had het toch goed. I thought, wow, he's got it right. Ik heb niet mijn Twitter biografie I didn't change my Twitter biography. Misschien kan ik dat nog doen. Maar ik ging terug naar God. But I went back to God. En het derde wat ik ontdekte is praat met andere mensen. And the other thing I noticed is talk to other people. Pastor Steve vroeg Judith en mij om over dit onderwerp te gaan praten. Pastor Steve asked Judith and I to speak on this en subject. En ik dacht eerst van, ja, maar ik weet niet eens wat mijn roeping is. I don't even know what my calling is. Ik zei niet direct nee. I didn't say no at ik ging on the onset. Ik ging met Judith erover praten. Van, I was hey, talking joh, to Judith about this. Wat moeten we hiermee doen? What do we have to do about this? Bedanken voor deze kans. So we thank him for this opportunity. En Judith die pakte eigenlijk verschillende elementen van mijn leven bij elkaar. And Judith brought different aspects of my world together. Judith zei, hey, je bent al tijden gewoon op financieel gebied heel sterk bezig. You've been financially strong for a long period of time. Je hebt een passie voor passief inkomen en financiële vrijheid. You've been have a passion for financial income and financial freedom. En we zijn een stap in aan het zetten. And we're you're moving in that direction. En ze herinnerde mij aan een moment wat we hadden met vrienden van ons die zendelingen zijn. And she reminded me of a moment with friends of ours that were missionaries. En die zendelingen waren mij aan het vertellen over een fantastische roeping. Ik dacht van, wow. And their calling in life. Maar ze zeiden van, we hebben geen geld, we worstelen zo financieel. And they were struggling financially. En ik voelde iets sterks van binnen op dat moment. And I felt something very strongly inside me. En het was niet een klein bedrag, van tienduizenden euro's. It was tens of thousands of euros. En op dat moment heb ik dat niet gegeven. I didn't give it at the time. Maar ik voelde iets van roeping, iets van, hey, ik wil dat gaan doen. I felt a sense of calling, of, hey, I want to do that. In Nederlands kan je dat mooi zeggen, zo'n heilig ongenoegen. A holy, whatever that is. Dat is. En dat gebeurde nog een keer. Ik ontmoette een pastor. I met a pastor. Die gaat 100 km per uur voor God. He runs for God. En hij rijdt in een flutauto. And he was driving a crappy car. Ik dacht van, dat kan toch niet? You can't be driving dus a crappy car. Dus ik kreeg weer dat verlangen. So I had this desire. Dus Judith gooide dat allemaal bij elkaar. So we brought it together. En voor mij begon het een beetje te dagen van, hey, misschien ben ik wel geroepen om gewoon echt financieel vrij te geven aan mensen. And maybe I've been called to be financial blessing to people. En ik ben dat eerlijk gezegd, kerk. And honestly, church, nog steeds aan het ontdekken. I'm still discovering it. Ik zit in die ontdekkingstocht. I'm in this journey of discovery. En dat is spannend, dat is leuk. And that's great. Dus als je een slechte auto hebt, laat het mij even zien. So if you've got a crappy car, just show it to me in a few years. Gaan we uitproberen. We'll see. God vindt de belangrijkste roeping die we hebben.
God thinks the most important calling that we have is onze roeping in Hem, dat we zijn zoon of dochter zijn. Is our calling in Him that we're His son and His onze relatie met Hem. And our relationship with Him. En in dat, als je dat ontdekt, and if you discover vind that, je ook je persoonlijke roeping. You will find your personal calling. En wat voor mij veranderd is, and what's changed for me, en dat daagde eigenlijk pas gisteren bij de voorbereiding. And we just yesterday at preparing. En jullie denken, we waren aan het voorbereiden. En toen dacht ik van, hey, eerst toen wij terugkwamen uit Enschede, vond ik altijd een roeping hebben echt belangrijk. When I thought having a calling is really important. Eigenlijk stiekem plaats ik daar wel een stukje identiteit in. Maybe I've placed identity in finding a calling. Dat ik tegen mensen kan zeggen van, hey, ik weet wat mijn roeping is. I know what my calling is. Niet dat ik dat hardop zou zeggen, maar dat zou je denken. Not that I would say that out loud. Maar nu voor mij is dat omgedraaid naar deze reis. But now the journey's turned around. En vind ik het meest waardevol dat ik weet dat ik een kind van God ben. The most thing I find most en dat is mijn belangrijkste roeping. And that's the most important thing. En de rest komt erna. And the rest will come. Dus we moeten onze hashtag, wat was het ook alweer? We have to change our hashtag. Probeer positief te blijven. Staying positive. Vervangen door hashtag terug naar God. To hashtag back to of God. Of hashtag identity in Christ. Of hashtag identity in Christ. And that's a pretty profound thing for a millennial to say. En dat is echt wel een bijzonder ding voor een millennial om te zeggen. Because there's a lot of millennials here in the room. Er zijn heel veel millennials hier I'm in de zaal. Ik ben een millennial. And as millennials we've had the thing of follow your dream, follow your passion. En als millennials hebben we volg je droom, volg je passie. We've actually gone from something being a job to it being a career to now a vocation to oh no, it has to be your calling. Dus we zijn van een baan naar een carrière naar een vocation naar een roeping gegaan. And this is not just in church life. Out there, anything short of a vocational soulmate is a wasted life. En het is niet hier alleen in de kerk, maar ook daarbuiten. Alles korter dan een vocational soulmate is een verspild leven. So we start playing this game. Dus we spelen dit spel. A game where we think our calling is out there somewhere. Een roeping of een spel dat onze roeping ergens daarbuiten is. Maybe our calling is over here. Misschien onze roeping wel hier. Or maybe our calling is over there. Of daar. And we think we have it and then we find out we don't. En we denken dan dat we het hadden, maar dan vinden we dat we het eigenlijk niet hadden. But we keep playing the game because we think someday we might win. En we blijven dat spel spelen omdat we denken dat we op een dag gaan winnen. And I was playing that game too. En ik speelde dat spel ook. Until I realized there was something fundamentally wrong with that. Totdat ik ontdekte dat hier gewoon iets fundamenteels mis mee was. And I actually had a conversation with a counselor about this. En ik had een gesprek met een hulpverlener. And she actually put my life together. En zij zette mijn leven weer in elkaar. It's amazing if somebody can just squash your life together in a few words. Het is echt buitengewoon dat iemand met een paar woorden of zinnen je leven gewoon weer terug in elkaar kan klikken. She said, when you were born, you were a guinea pig because I couldn't breathe and so I was in and out of the hospital. Toen je geboren was, dan was je gewoon een uitprobeerster van dokters omdat je niet kon ademen. And then your parents moved back and forth from England multiple times up until the age of 5. En totdat je 5 jaar was, reis je meerdere keren op en neer in Engeland. And then you moved to Papua New Guinea as a missionary kid where you traveled from village to village every 3 months. Ging je naar Papua New Guinea als een zendingskind en je ging van dorp naar dorp. And living as a missionary kid is not really uneventful. En het leven als een zendingskind is niet echt zonder gebeurtenissen. And then you moved back to the Netherlands where you completely had to change your culture and at the same time your dad was diagnosed with a mental health disorder. En toen moest je weer terug naar Nederland als tiener en dan moest je je hele cultuur veranderen en je vindt dat je vader een psychisch probleem heeft. And then you went off to Australia to do C3 college and then you came back and pastored a church. En toen ging je naar Australië om C3 college te doen en kwam weer terug en toen leidde je een kerk. So normal life to you just feels very boring. Dus nu het normale leven, dat voelt echt super saai voor jou. I was like, you nailed it. En ik zei van ja, je slaat de spijker op zijn kop. So what do we do then? Dus wat doen we dan? I had to go on a search. Ik moest op een zoektocht. And I realized that vocational well-being is as much as about not just it's just is the journey that you're on. En ik ontdek dat vocational welzijn een reis is waar je op bent. But it's also a perception and a reality that is subjective. Maar het is ook een perceptie en een realiteit wat subjectief is. And vocational well-being is very subjective. Vocational welzijn is heel erg subjectief. It's how you feel, how you experience things, how you see things. Het is hoe jij je voelt en hoe jij dingen ziet en ervaart. And it was all about how I saw my current reality. En het was allemaal hoe ik mijn huidige realiteit zag. And I want to jump with you. Now we're jumping to Colossians. You guys happy about that? En nu gaan we weer een sprong maken naar Colossenzen.
And it says in verse 23, whatever you do, work heartily as for the Lord, not for men. Whatever you do. Wat je ook doet. Whatever you're doing right now. Wat je ook nu aan het doen bent. And for me, that was a journey figuring out that, hey, actually parenting my toddler is a purpose. En toen dacht ik van, ja, eigenlijk een moeder zijn voor mijn kind, dat is een bestemming. And it might be something different for you. En misschien is het iets anders voor jou. Maybe I know my brother-in-law, he doesn't really like what he does as a job. En mijn zwager die houdt niet echt van wat hij doet in zijn baan. But he keeps doing it because he finds purpose in the fact that it makes him a lot of money and he also wants to become financially free. En hij wil ook financieel vrij worden en hij denkt van ja, dit gaat mij helpen om dat te bereiken. And he invests that money and he finds purpose in that. En hij investeert dat en daar vindt hij zijn bestemming in. Or a friend of mine who finds purpose in his job, not because he doesn't hate it, but he also doesn't love it. It's not like he finds his vocational soulmate in his work. En een vriend van mij die heeft ook een baan en hij vindt de baan niet echt geweldig, maar het is ook niet verschrikkelijk. But he finds his purpose in the fact that he has amazing relationships with his colleagues and he leads them to Christ. Maar hij vindt bestemming dat hij geweldige relaties heeft met zijn collega's en dat hij ze naar Christus kan leiden. And these are just a few examples. En dit zijn gewoon een paar voorbeelden. But it's important that we start finding our vocational well-being. Maar het is belangrijk dat we ons vocational welzijn vinden. That as we are on this journey figuring out what our calling is. Dat we nu op deze reis zijn en uit aan het vinden zijn wat onze roeping is. That we find well-being and purpose in the here and now. En dat we welzijn vinden in het hier en nu. Whatever that might look like for you. Wat dat ook maar, hoe dat ook maar uitziet voor jou. And this hashtag workism is what I described at the beginning, this vocational soulmate that you supposedly have to find. En hashtag workism, dat is wat ik aan het begin beschreef als die vocational soulmate. We have to change that to vocational well-being. Dat moeten we veranderen naar hashtag vocational well-being. And what would that be for you? En hoe zal dat eruit zien voor jou? All right, we're in Colossians, we're almost there. We zijn in Colossians, we zijn er bijna. So what's the, who knows the chapter, the book of the Bible after Colossians? Wie weet het boek van de Bijbel na Colossenzen? Shall we go there? Zullen we daar naartoe gaan? Or shall we jump a bit? Of zullen we nog een sprongetje maken? Laten we naar Openbaringen springen. Okay, we're gonna jump a bit. We gaan springen, jongens. Dan kunnen we straks lekker naar het strand als ik de keyplayer naar voren mag vragen. In Openbaringen de laatste twee hoofdstukken. In Revelation the last two chapters. Daar zien we de nieuwe aarde, de vernieuwde aarde. We see the renewed earth. En komen we weer terug in de tuin. We come back to the garden. Als een soort van grote reset. As a big reset. Nee, we komen in de stad, in het nieuwe Jeruzalem. We come in the city, in the new Jerusalem. En voordat je denkt dat dat die eeuwige vakantie is die Adam eigenlijk al zou moeten hebben gekregen. And before you start thinking that's the eternal holiday that Adam should have gotten. Of een eeuwige kerkdienst. Or an eternal church service. Heb je het waarschijnlijk mis. You're probably wrong. Als je in Jesaja leest, sorry, we gaan even terug. So if you read in Isaiah, sorry, we're going backwards now. Daar staat dat we zullen genieten van het werk van onze handen. That we will enjoy the work of our hands. En we zullen huizen bouwen. We'll build houses. We zullen wijngaarden bouwen. We'll build vineyards. En ja, er zal vreugde zijn en geen ziekte. And yes, there will be joy and no sickness. Maar steeds zullen we genieten van het werk uit onze handen. But we will still enjoy the work of our hands. Bizar of niet? Amazing. God heeft werk geschapen. God created work. Door je een roeping te geven. By giving you a calling. Ik vond het bijzonder om dat te ontdekken. Special. Ik wil graag zo afsluiten en voor ons allemaal bidden. And I want to finish off and pray for all of us. Als ik een samenvatting geef, waar in het begin waren we in Genesis. If I want to give a summary, in the beginning we were at Genesis. Daar vonden we dat we geschapen waren met een doel. We were created for purpose. De zondeval is gekomen. Het is van ons weggenomen. And this was taken from us. Jezus heeft het hersteld aan het kruis. And Jesus restored it at the cross. Zodat wij weer op zoektocht kunnen gaan naar wat die roeping is, wat God met ons bestemd heeft. So we can go on this journey of figuring out what God has in store for us. En terwijl we op zoek zijn naar onze roeping. And while we're looking for our calling. Dat we ook roeping en bestemming vinden in wat we vandaag nu aan het doen zijn. That we can also find a purpose in what we're doing here and now. Laten we bidden. Let's pray. Vader God. Father God, Heer, we komen hier bij u, Heer. Here we come together, als uw zonen en dochters. As your sons and daughters. Dank u wel, Heer, dat wij onszelf zonen en dochters mogen noemen. Thank you that we can call us sons and daughters. Dat we zijn hersteld. That we've been restored.
Vader, op dit moment, Heer, bid ik voor een ieder, Heer, die worstelt met identiteit. God, I pray for anybody struggling with identity. Heilige Geest, ik bid dat u komt. Holy Spirit, I pray that you come. En raak ons aan, spreek tot ons. Speak to us. Bouw ons op. Build us up. Heer, en ieder die worstelt met roeping. If you're struggling with calling. Vader, ik bid, Heer, geef hun vrede en rust. Give them peace and rest. Vader, leer ons primair roeping te vinden in het feit dat wij kinderen van de Allerhoogste God zijn. Father, teach us to find a calling and that they're children of the Most High God. En dat ze geschapen zijn. And that we're created. Bij de Allerhoogste God. For the highest God. Misschien zit je hier vandaag. And maybe you're sitting here today. En je zegt van ja, hey, die identiteit. You know that identity. Dat ik een zoon of een dochter ben. That I'm a son or a daughter. Ik heb Jezus nog nooit uitgenodigd. I've never asked Jesus. En ik heb herstel nodig. And I need restoring, redemption. Dan wil ik je zo een kans geven om dat te doen. Then I want to give you a chance to do that. Of misschien zeg je van ja, hey, die identiteit, Philip. That identity, Philip. Ik ben het ook kwijt. Ik zoek dat in mijn werk. Ik zoek dat in andere dingen. I've lost it. I'm looking for it in my job and other things. Ik zoek waardering. I'm looking for value. Niet primair in God. Not in God. Maar in andere zaken. But in other things. En ik wil op dit moment terugkomen. I want to come back. Wil ik je zo ook een kans geven om je hand op te steken en zeggen, ja, Philip, dat ben ik. And I want to give you an opportunity to raise your hand and say, Philip, that's me. Of misschien ben je niet zeker dat je naar de hemel gaat. Or maybe you're not sure that you're going to heaven. Naar het nieuwe Jeruzalem. To the new Jerusalem. De vernieuwde aarde. The new earth. Vandaag kun je zeker zijn. Today you can be sure. Dus als elk oog gesloten is. And while every eye is closed. Wil ik je vragen om je hand even op te steken. Zeg je, Philip, dat ben ik. Raise your hand and say, Philip, that's me. Ik wil vandaag Jezus aannemen als mijn Heer en Redder. I want to ask Jesus to become my Lord and Savior. Of ik wil mijn identiteit herstellen, mijn waardering vandaag op dit moment zeg ik van leg ik in Jezus. Or my identity, I want to put it in Jesus. Opnieuw in Jezus. Again in Jesus. Of als je zeker wil zijn dat je naar de hemel gaat. Or if you want to be sure that als you're going to bent, heaven. Als jij dat bent, steek dan je hand op, want dan weet ik voor wie ik bid hier vandaag. Just raise your hand so I know who I'm praying for today. En ook online, als je online bent. And also if you're online. En je zegt van ja, Philip, dat ben ik. If you say Philip, that's me. Klik dan op die knop. Click on the button. Ik wil Jezus aannemen. I want to take on Jesus. Zal er iemand ook jouw contact met jou opnemen and om somebody will reach out to you met je te bidden. To pray with you. Is er iemand die zijn hand wil opsteken? Zeg van Philip, ja, dat ben ik. Yes, that's me. Geef me nog even de tijd om I'm gonna give you a moment dat te doen. To do that. Voordat ik ga bidden. Before I start praying. Ik ga een gebed bidden en geef je als iedereen één zin na mij bidt. I'm gonna pray a prayer. Dan voelen pray mensen after me. Die misschien nog aan het worstelen zijn of ook online, bidden mij na. If you're struggling or you're online, pray after me. Heere Jezus, vergeef mij. Vul mij met uw vergeving op dit moment. Heer Jezus, ik wil mijn waardering in u leggen. Dank u wel dat u mij lief hebt, ondanks waar ik vandaan kom. Vul me met uw kracht. Vul me met uw rust. Vul me met uw vrede. En dank u wel dat ik mijzelf een kind van u mag noemen. Vader, ik bid voor ieder hier, mensen online. Vader, vul hen hier met uw geest op dit moment. Heilige Geest, spreek tot hen. Speak to them, Holy Spirit. Genees hen. Heal them. Vul hen met een overweldigend gevoel van vrede op dit moment. Fill them with your peace at this moment. In de naam van Jezus. In Jesus' name. Amen. 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 Dankjewel, kerk. Thank you, church.